Maar ik heb daarnet in mijn toespraak ook aangekondigd dat we een nationaal forum willen maken waarin we met de economische beroepen willen samenwerken om te kijken naar datgene waar eigenlijk elke belastingplichtige naar streeft. Meer duidelijkheid, meer eenvoud, meer rechtszekerheid. De waarheid is natuurlijk dat zoiets werk is dat je niet in één jaar tot stand brengt als je moet in alle eerlijkheid erkennen dat het gaat over een fiscaal systeem dat in verschillende decennia gecompliceerd is geworden. Dat zijn heel goede vragen. En die vragen die moesten natuurlijk ook 2 jaar geleden, 4 jaar geleden, 6 jaar geleden en 10 jaar geleden gesteld worden. Ik stel vast dat ze meer dan ooit nu worden gesteld ten opzichte van de eerste naoorlogse regering die voor 18 miljard saneert en daarbij inderdaad af en toe de behoefte heeft om er met zogenaamde vuile voeten door te gaan. Ik heb opdracht gegeven aan mijn administratie om een set van vereenvoudigingsvoorstellen op papier te zetten. Die worden overgemaakt aan de Hoge Raad van Financiën en de bedoeling is uiteraard om naar een eenvoudiger systeem te gaan. Het enige wat ik vraag is, ten aanzien van een situatie die in vele decennia is gegroeid, laat ons toch een stukje geduld aan de dag leggen, wetende dat we nu al een aantal voorstellen hebben geformuleerd en uitgevoerd om het eenvoudiger te maken. Denk maar aan de afschaffing van de federale ecotax. Denk maar aan het afschaffen van het systeem van de 21%+4% in de roerende voorheffing. Er worden dus wel degelijk stappen gezet en er zullen, dat verzeker ik u, nog stappen worden gezet in de toekomst.